De coronacrisis heeft ook zijn gevolgen voor de kerkdiensten in onze provincie. De protestantse kerk in Zeewolde heeft via het internet de zondagdienst als een soort radio-uitzending uitgezonden. We hebben contact met Lex Boot. Hij is dominee bij de protestantse gemeenschap in Zeewolde. Meneer Boot, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jeroen. We hebben sinds deze... Ja, we zijn... Ja, zegt u het maar. Ik wou zeggen, we zijn in een hele vreemde tijd beland. Dat geldt voor ons allemaal, maar zeker voor ons als gemeente ook. Ja, want sinds deze zondag zijn de diensten van jullie dus online te volgen. Kon dat eigenlijk zomaar? Was het ingewikkeld? Nou ja, technisch is het even zoeken hoe je dat precies doet. Maar je moet je voorstellen, het is een hele gekke tijd. Dit is de voorbereidingstijd op Pasen. Ja. We hadden heel veel vieringen op de rails staan. Aanstaande weekend zouden we 3 uitverkochte zalen van de musical Jona op de planken zetten. Ook nog, Nou, dat kon allemaal niet doorgaan. Dus we hebben gezocht naar mogelijkheden. En we hebben wel via kerkomroep.nl zenden we elke zondag onze diensten uit. Dus daar hebben we gewoon... de techniek bijgezocht en we hebben een soort radio-uitzending gemaakt met elkaar. Maar op dat moment, afgelopen zondag, was het booming in heel Nederland. Want heel veel kerken wilden daarop gaan streamen. Dus het was even zoeken. Het was dus niet een gewone dienst zoals dat normaal is, maar echt ook in een andere vorm. Dus in een radio-uitzending vorm. Daar hebben wij voor gekozen. Er zijn kerken die doen eigenlijk een gewone dienst, maar dan met een lege zaal, zeg maar, lege stoelen. Ja. Nou, dat voelde voor ons niet helemaal lekker. Dus wij doen een soort radio-uitzending. We noemen dat vieringen in tijden van corona. En dat is met een gesprek onderling. Dat vinden de mensen ook heel leuk als onderling een gesprek. Gebeden, goede muziek, lezingen. En dat kunnen mensen dan naar ons doormailen of twitteren of hoe dan ook. Dus mensen uit de gemeente leveren input voor wat wij aanbieden. Ja. Nou, afgelopen zondag zijn we begonnen. Het moet natuurlijk nog even gaan uitrollen de komende tijd. Kunnen mensen bijvoorbeeld ook inbellen of zo? Dat ze met je mee kunnen spreken of iets in kunnen brengen? Ja, dan via mail, maar ook misschien bellen? Nou ja, dat gaan we ook nog bekijken. En we gaan ook kijken of we kunnen beeld streamen zondag. Dat is technisch natuurlijk allemaal mogelijk, maar we moeten het even doen. Ja, neem ons als voorbeeld, hè, want je bent nu ook bij ons op de zender, op televisie, op radio, op website, de app. Dus het kan. Zo is het. Wat vonden mensen er eigenlijk van zondag? Hebt u al reacties gekregen op die dienst? Ik heb heel veel reacties gekregen. Mensen vinden het geweldig dat wij dit ook zo aangeboden hebben als teken van verbonden zijn met elkaar, ook in deze tijd. En we denken vooral aan heel veel, toch wel mensen die broos van gezondheid zijn of die ouder zijn en die zijn toch opgesloten in hun huis op dit moment. Ja. En zo op deze manier kunnen we toch met elkaar het besef van verbondenheid vasthouden. Ja, maar ik kan me voorstellen dat mensen het wel heel erg missen om dan op zondag samen te komen met z'n allen. Zeker, zeker. Kijk, het is wat anders natuurlijk. Je mist de hele dynamiek van het samen zingen, het samen muziek maken. Het is echt iets anders. Maar ja, alles is anders in deze tijd. Ja. Hebben jullie er nog over nagedacht om misschien wel gewoon de dienst door te laten gaan, maar dan 2 meter afstand te nemen? Of was dat gewoon niet te doen? Dan kun je te weinig mensen kwijt. Nou, kijk, wij hebben normaal zo'n 250 à 300 mensen in de kerk. En dan zouden we wel bij de deur moeten gaan checken of mensen hadden we wel mensen terug moeten gaan sturen waarschijnlijk. Want we hebben daar niet, onze ruimte is niet groot genoeg om dan al die mensen te bergen. Nee, hoe kijkt u verder aan tegen de rol van de kerk in deze crisis? Merkt u bijvoorbeeld dat gemeenteleden het geestelijk zwaar hebben ermee? Ja, dat is zeker. Natuurlijk in deze tijd komen ook weer de vragen op van wat heeft ons geloof hier dan mee te maken? Wat heeft God hier mee te maken? Enzovoort. Maar dat is geen unieke vraag, want die klinkt bij elk lijden, hè? In elke tijd. Alleen nu merken we dat ook weer natuurlijk. Maar we merken ook dat de rol van de kerk vandaag is om gemeenschap te bieden. Om mensen te steunen, te bevestigen in hun onderlinge liefde en in de liefde tot God. Dus we proberen ook het geloof, wat voor mensen zo van betekenis is, om dat te voeden en te blijven voeden op een andere manier. Ja. Merkt u dat er meer mensen nu richting de kerk trekken? Merkt u dat nu al of zegt u dat gaat nog komen? Of komt er geen verschil? Je hebt met dit soort uitzendingen die we nu doen, heb je altijd een ander bereik. Je pakt een hele
dwarslaag van Zeewoldenaren mee, of misschien wel mensen van buiten Zeewolde, die, voor wie de drempel naar de kerk hoog is, of hoog is geworden misschien wel, en die toch nieuwsgierig zijn. En dat merk je ook aan allerlei uitzendingen, ook op de, NPO-uitzendingen landelijk en op de regionale omroeper ook, dat mensen toch nieuwsgierig zijn van, hey, wat zou het geloof of zingeving of religie, wat zou me dat ook in deze vreemde tijd, wat zou me dat kunnen bieden? Dus ik merk dat ik contact heb met andere mensen op dit moment. En hoe is het verder als predikant voor u? Want normaal gesproken doet u natuurlijk ook huisbezoeken bij mensen die bijvoorbeeld ernstig ziek zijn. Hoe kan dat allemaal doorgaan? Nou, wij mogen alleen, dat is vanuit de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, is dat gezegd. Wij mogen de hoogst noodzakelijke bezoeken alleen doen. Want wij moeten zelf als predikant zo gezond mogelijk blijven. Ja, want ja. Stel dat er een tijd komt dat er veel uitvaarten komen. We hopen en bidden van niets, maar daar moeten we wel rekening mee gaan houden. Dus ik moet gezond blijven. Dus wat ik nu doe is heel veel mensen bellen. Ik heb een hele lijst van mensen van 80 jaar en ouder. Daar ben ik nu al bijna doorheen. Die ben ik aan het bellen. Als ik die afgerond heb, ga ik alle jonge gezinnen bellen met kinderen. Want die hebben ook een heel ander leven op dit moment met hun kinderen thuis. Ja, wat dat betreft voor u wel een drukkere tijd dan normaal waarschijnlijk. Op een andere manier druk. En u moet dus zorgen dat u zelf gezond blijft. Dus u zorgt ook goed voor uzelf, voldoende vitamine C en zo. Ja, ik ben ook een sportman, een hardloper. En ik denk van mezelf dat ik altijd heel vitaal ben en dat ik heel weerbaar ben. Maar ja, ik ben ook een mens natuurlijk, dus ik moet ervoor oppassen. Ja, nu is komende zondag de volgende dienst, daar bent u denk ik al mee bezig. Maar het nieuws verandert ook enorm snel, want vanavond kan er wel iets heel anders worden uitgesproken. En dan weten we het allemaal niet. Bent u van dag tot dag nu aan een preek aan het maken of de radio-uitzending, zoals u dat zo mooi noemt? Hoe doet u dat? Wij denken wel een beetje van dag tot dag op dit moment. Het is zo dat we onze kerkdiensten volgen we altijd een rooster, een leesrooster en een preekrooster. Daar kijken we naar. Maar daar voegen we nu de actualiteit bij toe. Dus we zoeken ook speciale liederen die daarbij passen enzovoort. En ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, even stel bijvoorbeeld dat we een soort, wat we dan lockdown noemen, dat onze vrijheid nog meer ingeperkt wordt, dat we meer in huis moeten, dat we niet meer naar buiten kunnen om te sporten, dan geeft dat nog weer een andere dimensie erbij. En dan zal de uitzending vooral daarop gericht zijn, denk ik, zondag. Van hoe blijven we daarin op een goede manier dicht bij elkaar, dicht bij God, dicht bij wie wij zelf ten diepste zijn. Hoe blijven we dicht bij de liefde? Dominee Lex Boot uit Zeewolde, fijn dat u even bij ons in de uitzending wilde komen. En heel veel sterkte.